Tweede tussentijd is 19-9. Dan gaat de eerste kilometer snel uitgerekend in 1:16-2. Daar een flitsende aanval van Haradja. Die komt naast Indian Horse. En zo gaan ze de laatste 800 meter in. Haradja gaat in een rush proberen de leiding over te nemen. Indian Horse gaat mee aan de binnenkant, maar laat hem nu gaan. Daarachter op de derde plaats volgt Gaia Kiel. En de vierde plaats is voor het nummer 4. Terwijl Indian Horse nu naar de buitenkant wordt genomen. Want de puit trok onmiddellijk de handrem aan toen hij de kop had met Haradja. Herhaling uitgeschakeld nummer 7. Herhaling van de uitschakeling van Helice de Trezon. De paarden zijn in de rechte lijn overzijde. De puit wilde even temporiseren, maar daar heeft Pakken geen zin in. 13-8 is de tussentijd voor Haradja, die daar een snel moment had. Daarachter op de tweede plek liep 15-9 Indian Horse over die derde 500 meter. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant is het Haradja. Aan de buitenkant Indian Horse. Dan een gaatje naar Gaia Kiel. En de vierde plaats daarachter is voor Jalinka Tuileries. Het gaat tussen de puit en Bakker, waarbij de puit op dit moment nog wel even sterker lijkt te gaan, maar Bakker wel naar de buitenkant gaat. Daar komt de eindstrijd aan. Aan de buitenkant gaat Indian Horse nu de aanval openen. Aan de binnenkant leidt nog altijd Haradja. Indian Horse aan de buitenkant komt steeds dichterbij. Zet grote stappen, zet iets grotere stappen, zet de grootste stappen. En Indian Horse wint. Klopt daar op de streep Haradja. En plaats 3 is voor Gaia Kiel. 14-9 voor de winnaar. We staan hier in de Victory Circle van de Prix Timoco. Frank Bins is hier in de Victory Circle. Frank, we kijken even naar de camera. Frank Bins die gaat de dekbon van Timoco overhandigen aan een van de eigenaren van de Spangahoeve. Ze hebben misschien zelf geen fokmerrie, maar die komt waarschijnlijk goed terecht. We zijn met z'n vieren. Gaan we naar Robin. Robin, het kon wel eens jouw avond gaan worden. Nou ja, ik hoop het. Mooie overwinning. Laatste bochten leek het op of je hem niet meer ging pakken. Nee, maar hij kwam hier in volle afvoer aanrijden voor de tribune. En ik had de eerste kilometer, nou ja, 16. Ik denk dat is ook niet echt langzaam dat ik reed. Dus ik had voor mijn gevoel wel het goede tempo ervoor. Ja, toen kwam hij volle bravoure aanrijden en ik denk dan laat ik hem wel rijden. Want dat was natuurlijk mijn uitdager. En het enige is, hij was voorbij en ik denk hij rijdt wel door. Maar dan gaat hij gelijk weer 24 rijden, 25 rijden. Ja, ik denk dat moeten we niet hebben, want dan kan ik het zeker niet winnen. Dus ik zet hem gelijk weer onder druk en toen maakte hij sterk af. En ook is Indian Horse misschien bekend als speedpaard. Kon je dit niet laten gebeuren? Nee. Super Robin. Mooie overwinning van paard nummer 5 Indian Horse. Een 5-jarige bruine ruin van Igor de Lumorde uit Ton Amouret. Gefokt in Frankrijk in eigendom van de Spangahoeve. Trainer Bas Krebas en rijder Robin Bakker. Gaan we een van de jongens van de Spangahoeve nog even bij de microfoon halen. Jeroen, dekbon van Timoco. Hebben jullie een fokmerrie? Nee, we hebben geen fokmerrie. We hebben deze grote een fokmerrie. Dus, moet er eentje bij komen? We hebben paarden genoeg op het moment. Komt vast goed terecht. Absoluut, we zoeken een goed plekje voor. Super Jeroen, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie overwinning van Indian Horse en Robin Bakker in een tijd van 1:15:0. En de Spangahoeve heeft dus een dekbon van Timoco. En daar zoeken ze waarschijnlijk nog iemand in eigen kringen voor die daar dankbaar gebruik van gaat maken. Tweede werd paard nummer 10, Haradja. Derde de 3, Gaia Kiel. Vierde de 4, Jalinka Tuileries. En vijfde de 9, Iron Love. 5, 10, 3, 4, 9 is de uitslag van koers 3, de Prix Timoco. Met een mooie winnaar, Indian Horse. Die het al een heel mooi seizoen heeft gedraaid. Werd behandeld na de vorige misprestatie. En hij staat er gelijk weer, dankzij een mooie rit van Robin Bakker. Dames en heren, geef ze een applaus, want zij winnen de Prix Timoco.
is gevallen. Start valt in het midden van de baan Indian Horse die snel weg is. En Stefan Schoonhoven van de binnenkant met Gaia Kiel kijkt naar de buitenkant en ziet Indian Horse komen. Wil die wel voorbij laten. Buitenkant daarnaast gaat mee naar voren Helice de Trezon met John Dekker. Uitgeschakeld nummer 1 galop. Galoppade voor de enige nakomeling van Team Oco. Dat is nou wel een beetje jammer. Galoppade ook in de bocht van Irul Guy. En ook een galoppade in de bocht van de nummer 7 van Helice de Trezon. Beide paarden raken achterop. Uitgeschakeld nummer 6. Uitgeschakeld nummer 7 bij de galop. Drie paarden kwijt in de eerste 500 meter. En de paarden zijn in de rechte lijn overzijde. Leiding is in handen van Indian Horse. Indian Horse wordt gevolgd door Gaia Kiel. Daarachter volgt op plaats 3 Jalinka Tuileri. En de opening 1-12-5. Vierde plaats is voor de 10 Haraja, ook een kanspaard. En die wordt dan weer gevolgd door het nummer 2 van Infallible Prince. Achter Infallible Prince volgt Iron Love. En zo gaan de paarden de bocht door. En de hekken sluiten op dit moment. Het is moeilijk te zien op dit moment, want de beelden zijn een beetje aan de onscherpe kant. Is de nummer 7 Helice de Trezon. En daarachter volgt dan nog Kooiman met Happy Tolleville. Ze gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Hebben straks nog één volledige ronde te gaan. En de leiding blijft in handen van Indian Horse. Indian Horse leidt makkelijk. Indian Horse leidt makkelijk, wordt gevolgd op plaats 2 door Gaia Kiel. En daarachter volgt op plaats 3 nog altijd Jalinka Tuileri. Tweede tussentijd is 19-9. Dan gaat de eerste kilometer snel uitgerekend in 1-16-2. Daar een flitsende aanval van Haraja. Die komt naast Indian Horse. En zo gaan ze de laatste 800 meter in. Haraja gaat in een rush proberen de leiding over te nemen. Indian Horse gaat mee aan de binnenkant, maar laat hem nu gaan. Daarachter op de derde plaats volgt Gaia Kiel. En de vierde plaats is voor het nummer 4. Terwijl Indian Horse nu naar de uit de kant wordt genomen, want de puit trok onmiddellijk de handrem aan toen hij de kop had met Haraja. Herhaling uitgeschakeld nummer 7. Herhaling van de uitschakeling van Helice de Trezon. De paarden zijn in de rechte lijn overzijde. De puit wilde even temporiseren, maar daar heeft Bakker geen zin in. 13-8 is de tussentijd voor Haraja, die daar een snel moment had. Daarachter op de tweede plek liep 15-9 Indian Horse over die derde 500 meter. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de binnenkant is het Haraja. Aan de buitenkant Indian Horse. Dan een gaatje naar Gaia Kiel. En de vierde plaats daarachter is voor Jalinka Tuileri. Het gaat tussen de puit en Bakker. Waarbij de puit op dit moment nog wel even sterker lijkt te gaan. Maar Bakker wel naar de buitenkant gaat. Daar komt de eindstrijd aan. Aan de buitenkant gaat Indian Horse nu de aanval openen. Aan de binnenkant leidt nog altijd Haraja. Indian Horse aan de buitenkant komt steeds dichterbij. Zet grote stappen. Zet iets grotere stappen. Zet de grootste stappen. En Indian Horse wint. Klopt daar op de streep Haraja. En plaats 3 is voor Gaia Kiel. 14-9 voor de winnaar.